Ik ben Monique, coördinator van dierenopvangcentrum Spijkenissen. En we maken hier elke week het item van Dier van de Week. We hebben hier gemiddeld een hond of 20 en ongeveer 40 katten zitten. Waardoor er altijd keuze is om maar eentje Dier van de Week te maken. Daar zijn we weer met Dier van de Week. Deze keer Marcel Maddox. Hij heeft officieel een andere naam, maar dat was voor ons niet duidelijk toen hij binnenkwam. En wij hebben hem die naam gegeven. Marcel is bij ons omdat zijn eigenaar is overleden. Hij heeft er in het begin echt heel veel moeite mee gehad. Maar hij is nu weer zichzelf. En als je dan kijkt naar de beelden, hoe die speelt en hoe die kan ravotten en hoe wild die kan zijn, dan zou je toch niet zeggen dat deze jongen bijna 10 is. Hij is heel actief, hij is heel leuk, lief, hij wil spelen, hij wil knuffelen, hij wil alles doen gewoon om aandacht te hebben en om bij je te zijn. Zoals gezegd, hij is 9 jaar en 9 maanden. Hij heeft wat artrose, zoals alle oude mensen. Hij heeft wel wat, hè. Natuurlijk is zijn conditie niet meer van een jonge hond. Maar het is echt een fantastische gozer. Omdat wij Marcel kregen in verband met het overlijden van zijn eigenaar, wisten we natuurlijk niet zo heel veel. We wisten niet of hij alleen kon zijn, wat hij in huis deed. En nu heeft een vrijwilliger af en toe mee naar huis. En we weten gewoon dat dat fantastisch gaat. Het is echt een hele makkelijke hond. Soortgenoten, de ene vindt hij leuk, de andere niet. Marcel is een kruising Duitse herder, Border Collie, gok. En dat doet hij wel eer aan. Dus zoek je nou een fantastisch maatje en wil je graag een oudere man nog een paar jaartjes een fantastisch leven geven? Mail ons en kom kennis maken met deze lieverd.